Supermarkten en telers stappen massaal over op nieuwe biologische aardappelrassen die resistent zijn tegen de schadelijke aardappelziekte Phytophthora. Dat werd woensdagmiddag duidelijk tijdens een bijeenkomst in Marknesse. Een van de aanwezigen is agrariër Jacob Burgers. Ik ben sinds 2006 biologisch boer inderdaad in Flevoland. Hoeveel hectare? In die tijd was dat meer dan 2000 hectare. En nu hebben we nog 1300 hectare biologische akkerbouw en groenteteelt. Tijdens de bijeenkomst hebben verschillende partijen uit de gehele aardappelketen een convenant ondertekend. De bedoeling is dat in 2026 alle aangeboden biologische aardappels in de supermarkten ongevoelig zijn voor de ziekte Phytophthora. Burgers juicht deze stap toe. Nou, ik vind het eigenlijk een hele mooie stap dat we een vervolg kunnen geven aan het eerste convenant wat we in 2017 hebben getekend. Dat we met elkaar toch in staat zijn geweest om stappen te zetten. Dus rassen, veel meer rassen beschikbaar te hebben. Nog niet allemaal even goed, maar we maken zeker stappen vooruit. En vooral ook dat we dat als een totale keten doen, dus inclusief de supermarkten, sorteerbedrijven en de verpakkers. Aardappels uit de gangbare landbouw blijven beschikbaar in de supermarkten. Verder worden producenten van onder meer chips en friet gevraagd over te stappen op de nieuwe biologische rassen. Michael Wilde is van Bionext, de belangenbehartiger van de biologische sector. Hij spreekt van een historische stap. Het past heel mooi bij Flevoland. Flevoland heeft het hoogste areaal biologische landbouw in Nederland, 14%. Nou, er zijn heel veel provincies in Nederland en ook landen in het buitenland die daar heel jaloers op zijn. En dit is gewoon een bevestiging dat waarom Flevoland zo succesvol is, is juist omdat we die samenwerking voor elkaar krijgen. Want het gaat niet alleen maar over de boer, het gaat ook over de verwerking en de machines en noem maar op, de hele handel en de hele keten die heel goed georganiseerd is in Flevoland. En ik vind het echt een grote pluim voor Flevoland en iedereen woonbaar en bestuurders in Flevoland dat ze dit zo goed stimuleren en voor elkaar krijgen. Met het convenant wordt de biologische teelt gestimuleerd. De boeren hebben nu de zekerheid dat ze hun oogst kunnen verkopen. Ook de consument wordt daardoor beter beschermd tegen het gebruik van chemische middelen. Terug naar Jacob Burgers. Voordat we het eerste convenant hadden, was het moeilijk om die rassen in het winkelschap te krijgen. En nu gaat dat eigenlijk gewoon veel beter, want door dit convenant af te sluiten en te ondertekenen, committeren zij zich eraan dat ze die rassen ook in het schap moeten leggen. Maar uiteindelijk moeten die rassen natuurlijk wel aan de goede eigenschappen voldoen. En wat gaat er gebeuren met de gewone aardappelen? Nou ja, weet je, er hoort bij verandering. We hebben hier 40 mooie resistente rassen, die smaken fantastisch. En de hoop is natuurlijk dat steeds meer Nederlanders actief zullen kiezen voor meer biologische producten en deze resistente rassen. Maar ook de industrie, en ik geloof dat dat wel heel belangrijk is. Er wordt veel geëxporteerd en er gaat veel naar de industrie. Dus die partij willen we ook veel meer aan tafel krijgen om daar ook mee te tekenen in dit convenant. Zodat we echt ook nog een veel groter verschil maken dan nu.